Welkom bij deze nieuwe vlog, mensen! Ja, het gaat eindelijk gebeuren! Nooit meer! Oh, geweldig! Ik ben er helemaal bij! Ik ga jullie meenemen met eerst even mooie noodweer van deze periode. Ik hoor je dan met zo'n ding! Welkom bij deze nieuwe vlog, mensen! Ja, het gaat eindelijk gebeuren! Nooit meer! Oh, geweldig! Ik ben er helemaal bij! Ik ga jullie meenemen met eerst even mooie noodweer van deze periode. Ik hoor je dan met zo'n ding! Altijd! Welkom bij deze nieuwe video, mensen! Ja, we gaan onder een meter. Ik moet even aan de kant. En ik ga even anders draaien. En zo. Ik ga even hier staan. En dan gaat onze eerste video, mensen! En daar ben ik heel blij mee, want eindelijk na een lange tijd gaat het onweren. Het wordt echt een spectaculaire video. Echt best wel heftig. Het wordt helemaal groen. Echt helemaal. Van een hele harde wind opstaan, mensen. Dit is zo ontzettend machtig. Hier heb ik echt op zitten wachten. Eindelijk, het gebeurt. Het gebeurt gewoon. En het wordt echt helemaal zwart. Echt helemaal. De onweer zit nu precies boven het politiebureau. Wat jullie duidelijk op kunnen horen en zien. En ik vind het echt helemaal lijk. Oh, het is echt. Ah, heerlijk geluid. Even naar binnen. Even naar binnen, mensen. Tot zo meteen. Oh, nee. Zo. Ik heb een regenvlaag, jongen. Ja, kan ik dat nou niet weten. Ah, even naar binnen. Het wordt een mooie, oma. Sorry. Ik had al zo voorgevoel dat hij ging vallen. Ja, maar het valt een beetje vroeg, hè. Mag ook wel. Het is echt helemaal zwart. Hij komt echt vanuit het politiebureau. Ja, zelfs groen. Hij gaat een beetje heel raar op dit moment. Ja, het gaat een hele. Het komt wat twee kanten als je hier. Klopt. Hij gaat zo. En hij komt zo. En dan gaat zo. Hij gaat dan van de audio af en van het politiebureau af. Klopt. Het is echt een ongelooflijk massa. Ik ga even achter mijn moeder langs staan. Om een stukje te klimmen. Dat vindt mijn moeder vast niet erg. Oh nee. Ah, oh, dit was een heer. Daar hadden we echt op gewacht. Op deze bij. Of niet, maar. Ja, het heeft lang geduurd voor je hier in Zeeland bent. Dit was echt. Ik zat net op mijn roepen, mijn schoenmobiel. En ik dacht echt, jongen, ik zat zo, hè. Wat de? Ja, maar hij is nog iets verder weg. Hij is nog niet echt bang. En dat hoor je ook. Zometeen komt hij dichterbij, mensen. Gaan even naar binnen. Tot zometeen. Ja. En daar komt het onder aan. Komt echt van bij de kant af. Het komt van hem. Bij de Annie. En gewoon natuurlijk van de politie. Dus het is echt gewoon bij de kant en ik sta hier gewoon binnen bij mijn moeder. Ik sta hier te vinden, mensen, speciaal voor jullie. Want ik had natuurlijk al een beloofd aan jullie om een noodweer video op te nemen. Nou wel, hier komt de noodweer video. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe ver het gaat natuurlijk. Het is best wel heftig buiten gaat worden, want ik probeer de druppels schroeven. En het is echt. Ongeveer, maar het komt en van zee af, het komt van drie kanten. En van de zee. Daar achterin, het komt van de politie en van de kerk. Dus het komt eigenlijk best wel een hele grote video, of een hele grote, ja, noodweer aan. En ik
ik sta natuurlijk gewoon veilig bij mijn moeder binnen. Zo mooi. En het regent nog steeds heel hard. Dag je allemaal. Het is echt gewoon letterlijk van drie kanten af. Wat is dit? Van de basisman van de politie. Van de zee. Van de grote kerk of zo. En het is ook van de politie. Ik ben echt gewoon serieus. Drie kanten, dat is wel heel mooi. Ik zie jullie zo op een andere. En gewoon eindelijk bij Bron ongeveer. Gewoon echt gewoon van drie kanten, vier kanten, kerk. De zee en van het politiebureau. Zee, politiebureau en Aldi. En hij draait in principe naar elkaar toe. En dan krijg je een heftige. Nou, dames en heren, zodat jullie horen. Nog steeds. Ja, sorry meneer, dan moet ik niet van ons lopen. Dus jullie horen, het is hier van vier kanten, hebben wij dus de onweer. Dus het draait hier een beetje, zo nu ook te zien van die vent. Van die man door, sorry, ik kon taal gebruiken. Een hoop van zegen, wat blijven staan. Ik denk dat we wel een fikse bui zullen krijgen vandaag. Toch net heel hard geregend. Ja, het is nog steeds dringen. Ja, maar niet meer zo erg over het. Nee, maar. Het kan nog komen. Ja, dat is dan. Dat was de eerste lading die hier eigenlijk overkomt. Boven de huis zit onder de nog even door. Daarnet ging een paar ontbakken met dit glas van een tafel of bij de visboer. Dat is dus eenmaal. Is dat heel erg mensen. Het is wel een beetje eng. Kom nog zwarter en het komt nog enger. Ja, we weten niet wat aan het doen. Dan nog een spreuk, nee, dat is waar. Dat is nog niet voorbij. We zijn nog net begonnen. Sorry mama. Ja, even. Gelukkig kan ik dadelijk de oplader van mijn moeder even gebruiken om mijn camera op te laden. Indien echt nodig. Hij is nu best wel dichtbij gereden. En het spookt hier echt wel al een beetje. Ik zie aan de bomen mensen, kijk. Dat café met de parasol, is dat ook niet echt van je geweldig? Welke parasol? De parasol, en de cafeetjes, die gaan ook aan alle kanten. Ja, dat is ook, dat gaat echt wel spoken. Ik vind het best wel fijn, ik ben nu lekker bij de bomen. Ik wilde eigenlijk naar de boulevard gaan. Gelukkig belde mijn broer op dat moment. Dus toen die heeft me heel gauw tegen weten te houden. Ongeveer. Ja, zoiets. En voor de rest gaat het allemaal lekker. Kijk eens even. Het gaat weer heel hard regenen, mensen. En de lucht wordt nog zwarter en grijzer. Ik denk aan mama dat deze bui uit Amsterdam ook komt. Ja, van alle, in principe van alle kanten. Klopt, want die van Amsterdam was echt schijnt heel heftig zijn geweest. Oké, okay, die staat er minder dan mij. Dat is koud. Oh, ik val mee. Nou, ik moet maar kijken om mijn blazen, want ik heb een blauwensleven. Ja, dat is waar. Voor degene die ik niet mee heb gekregen, mijn moeder heeft afgelopen weekend in het ziekenhuis gelegen. Vanwege een blaasstekking. Gelukkig is ze herstellende. En gaat het allemaal wel goed, hè mama? Ze is in de camera. Ze staat er nog. Gelukkig wel. Ik kan alleen nog niet te lang staan, maar ja, dat is vanwege mijn rug. Huh? Maar daar hebben we zo'n oplossing voor. Ja. En misschien moet je ze ook helemaal zeiken, zei ik dat. Ik moet inderdaad de zeil halen, maar... Dat gaat in vredesnaam nog niet, want de zeil... is iets van 20 euro. Ja, zo, die kost al meer dan 20 euro. En dat heb ik alleen niet.
Je wilt alleen groen, we zien nog steeds geen lichtflitsen. Ja, maar dat zal niet lang meer duren, denk ik. Ja, daarnet heb ik al een lichtflits gezien, maar het was te laat voor het opnemen, zo lang. Ja, toen waren we aan het bellen. Ja, en er was nog ook even een tussendoortje aan het eten, en nog steeds groen, maar fijn. Nou, pak ook niet tussendoor dan, maar ook de camera anders. Komt helemaal niet klaar. Ja, maar ik kan het straks nog wel keer doen. Ik pak gewoon even de goede tussenuit en niet plek om mijn YouTube kanaal op te maken. Ik zit lekker op mijn vaste plekje. Bij de deur. Ja. Mama, Alex, ga je al gelijk? Kijk je uit? Ja, tuurlijk kijk ik uit. Alex. Jullie horen echt heel veel gerommel. De lucht is echt gewoon groen aan het worden. Daar is het helemaal zwart. Als ik er rondom ga, dan zou ik aan de andere hoek ga. Dan is het ook zwart. Super nice. Ik ga even de vlog dan wel opladen. Tot zo. Het is nog steeds flink aan onder. Ik had net even mijn camera af als ik het opladen. Toen zei mama, hè, voor mijn geld. Dus binnen 50, 2 kilometer. Binnen 2 kilometer, dus dat is een heleboel. Dus er komt echt nog vet veel meer af. En dat komt vanuit welke verand gewoon. Ja, want we zijn naar onderweg al. Ja, met deze gaan we elkaar boven. Ja, ik bel je morgen, want het is hier echt onwijs onweer en ik ben bang. Ja, maar het geluid ook over op zie ik. Het zit aan de huizen, het moet wel een stuk lekkerder. Ja, maar er komt nog meer aan hoor. Bij zee was ze net één. Het spookt een beetje. Dit is echt het einde van de zon. En ik zit lekker droog. En buiten onweer. Ja, het was een tijd en maar voor die bui. Ja, dat is niet droog. Zo, die was mooi. Die heb ik gefilmd. Die stond erop. Oei, joh. Kijk, mijn moeder doet me na. Die zet hem ook zo neer als dat had. Die was erg vet, jongens. Die was erg vet hard. Hij komt echt wel van die kant, hè? Hij komt van België en naar hier. Er komt nog een rug, die is daar en die komt hier overheen.
Die draait zo. En aan de andere kant heb je ook nog een gigantische grote weg. Zie je dat kunnen zien? Dat is echt wel. Wat een mooi buitje. Vond je dit nou een leuke video? En like en deel hem ook nog zo meteen. Als je hem van de week ziet online, ik weet nog niet wanneer het gaat. Hij komt zo snel wel klaar. Augustus, nooit meer vissen. Het is nu nog redelijk rustig. Maar ik heb gezien bij heel veel steden en was dat die echt best wel heftig is. Je hebt echt een. Schijnt heel veel kan opzuigen. Ik ben benieuwd. Zolang niet mijn grote vriend hier maar laat staan. Dan vind ik het goed. Wat zei je maar? Cool. Ik ga hem even afsluiten en zie jullie weer bij de volgende video. Kom bij deze nieuwe video. Vandaag is het nooit meer. Het is alweer de tweede vlog. Die ik opneem. En zoals jullie toch vallen, het is nog een onweer. En niet zo zachtjes ook. Het is helemaal zo. Ik weet niet meer wat opzetten. De tweede vlog, mensen alweer. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik mijn soep helemaal af heb. Gemaakt heb. Of van het vuur af heb ik wel. Echt gewoon helemaal zwart. Dat laat ik eigenlijk niet op. Er komt een heerlijke frisse lucht aan. En er anders aan. Ja, we hebben een